We willen inderdaad het bos gebruiken als museum, als expositieruimte, omdat je hier kan genieten van de natuur. En vandaar dat we dit als try-out zien. Zodat we daarvan kunnen leren wat er eigenlijk mee gebeurt. Op welke manier dat we ervoor moeten zorgen dat dat op een duurzame manier kan. En we hadden fantastische foto's uit ons natuurboek. En die hebben we gebruikt om hier in het Pijnven eigenlijk tentoon te stellen. En als ik het resultaat zie, dan is het echt fenomenaal. Fenomenale natuur die je hier kan komen bezichtigen. Hoi. Zeg, dat is nog een extra dimensie die Ja, de meerwaarde is echt dat je hier eigenlijk die foto's, die je hier allemaal ziet, die hele mooie foto's, dat dat allemaal natuurfoto's zijn van hier van de gemeente. En de lokale fotograaf Theo Geuns heeft die allemaal gemaakt. En we hebben daar een mooi boek van gemaakt, dat ook te verkrijgen is bij de gemeente in Echteleksel. Maar hier kun je ze dan eens een heel groot komen bezichtigen in een openluchttentoonstelling. Corona-proof, wat wil je meer? Hè? Ik zou zeggen, kom het eens ontdekken. En vooral hoe mooi de natuur toch wel is hier in onze eigen gemeente.